got the hole. Oh! Vinicius, oh mooie knal, geweldige goal. Stones kop, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans uit de goal. Gnabry. De Bruyne, oh De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club, de podcast van Tix Plus Sports over de UEFA Champions League. Deze week zijn we al toe aan de vierde speeldag. De heenronde in de poules die zit er al op, dus een goed moment om al een keer een eerste balans op te maken. Daarom zit onze hoofdcommentator en expert Peter van den Bent hier bij mij. En we gaan ook al eens vooruitblikken welke ploegen zich allemaal kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Inter Milaan hoort bij die teams en vandaar ook Interkenner David Stegen in de studio. Dag Peter, dag David. Goedemiddag. Peter, ik ga met de deur in huis vallen. Je hebt 6 wedstrijden live bekeken tot dusver en becommentarieerd in de groepsfase. Welk moment is jou het meest bijgebleven tot nu toe? Bah, toch de overwinning van Newcastle tegen Paris Saint-Germain was veruit de beste wedstrijd die we al hebben mogen becommentarieeren. En het was het totaalpakket eigenlijk. Fantastische prestatie op zijn Newcastles. In dat geweldige stadion waar ik nog nooit voor het eerst was geweest. En toch een in principe sterk Paris Saint-Germain gedeclasseerd eigenlijk. Die Parijsnaars waren even komen kijken in het noorden van Engeland. Dat is tegengevallen. Dus ja, de hele beleving was geweldig. Elke tackle werd gevierd als een doelpunt. Ja, maar dat was al zo na 5 seconden. Er werd een onnozele balrecuperatie eigenlijk. En het stadion ontplofte eigenlijk. En ook de spelers. Ik zag dat nu van de week ook weer doen tegen Arsenal. Ja, dat was gebalde vuist, opjutten van het publiek. Dus ja, het was wel wat, moet ik zeggen. Ben jij er al geweest, David, op St. James Park? Ja, een van de weinige stadions waar ik nog niet ben geweest. Maar wat ik fantastisch vind aan Newcastle, Sleeping Giant, die nu eindelijk een giant geworden is. Maar het is een van de weinige steden in Engeland waar maar één club is. En dat is echt de stadsclub. Dus heel die stad bruist wanneer Newcastle speelt. Ik vind het een geweldige club. En met een fantastische trainer ook, die Eddie Howe, die daar iets aan het neerzetten is. Al is het met Saoedi-miljoenen. Ja, dan moeten we dan even uitschakelen. Dat wou ik net vragen. Dat dan moeten we dan even, maar goed, de authenticiteit van de club is wel gebleven. En het is echt, want het stadion ligt zo'n klein beetje op een heuveltje. Dus het is echt een soort bedevaart er naartoe. Vanuit alle hoeken komt iedereen er ook te voet naartoe gewandeld. Dus dat bovenop de berg om dan naar de zondagsmiddag. Zitten er ook veel toeristen? Of is het ik heb de indruk van niet. Ik denk niet dat Newcastle nu een toeristische trekpleister iets bij zoals uitstek Parijs, is. Barcelona. Nee, en ja, het heeft ook niet de grandeur van die clubs. Het heeft ook niet de grote sterren of vedetten. Ik zou zeggen, noem mij 4 spelers van Newcastle voor de vuist weg. Je moet al even zoeken. Ik zou het nu kunnen, omdat ik er een match kan becommentariëren. Maar daarvoor ook niet. Dus ja, het is ook niet wat dat betreft een attractiepool, zoals ja, Barcelona of PSG of Real Madrid, waar je sterren gaat kijken, zoals naar de schilderij in het museum. Dus nee, dat denk ik niet. Het was puur. Maar dat bedoel ik met die Saoedi-miljoenen. Het zou gemakkelijker zijn om sterren te verzamelen in één ploeg, maar dat doen ze niet. Dat hebben ze daar niet gedaan. Dus nog een keer, de afkeren van alles wat vandaag is redelijk groot. Maar ze doen het daar wel op een beredeneerde manier. Met ook een trainer van wie iedereen zei... Eddie Howe, die eigenlijk alleen maar, van waar komt hij weer? Alleen maar rond zijn eigen kerktoren succes had gehaald. Bournemouth zeker, hè? Ja, dus had hij 20 jaar gecoacht, bij wijze van spreken. En die dan Newcastle. Maar ja, dat is. Eerste opdracht was om ze te redden van het. Ja, van dat heeft hij met verve gedaan en vorig jaar. En nu zijn ze daar toch ook weer. En die thuisnederlaag tegen Dortmund heeft wel een pad in de korf gelegd. Straks gaan we verder nog over die groep babbelen, David. Milaan. Mooiere stad dan Newcastle, meer toerisme. Jij bent Inter-fan, leg eens uit, Absoluut. Hoe komt dat, waar is dat ontstaan? Kijk, het is een Freudiaans verhaal, ik zal proberen zo kort mogelijk uit te leggen. Dus mijn oom is, mijn grootvader, mijn oom, mijn moeder zijn Italiaans, uit Calabrië. Mijn oom en mijn grootvader zijn grote supporters van Juventus. En ik als kind, ik kwam van Brussel dan op bezoek bij oom en grootvader. En ze jenden mij altijd met Anderlecht. En in die periode, ik spreek einde jaren 70, was Beveren de grote challenger van Anderlecht. Dus ik in heel mijn kinderlijke beleving hield niet zo van Beveren. En Beveren speelde toen Europees een kwartfinale tegen Inter Milaan. En ik keek met mijn grootvader naar die wedstrijd. Nog een tijd waar we afwachten of de wedstrijd uitgezonden zou gaan worden. Niet zoals vandaag. En Beveren, ik zag
De eerste keer dat ik een Italiaanse club op tv zag, in het echt, die kwamen dat veld op. Ik hield niet van Beveren en ik was verkocht. Ja. En vanaf dat moment, dat was het Inter van Altobelli, vanaf dat moment ben ik ze beginnen volgen. Wat meer is, Beveren heeft toen Inter uitgeschakeld. Met een doelpunt van Bob, zijn naam ontsnapt mij even. En hebben toen halve finale tegen Barcelona gespeeld en uitgeschakeld. Ja, Bob. Ja. Ja. We denken na, maar wat ik me vooral afvraag, David, familiecontact is dan gebleven, want Inter en Juventus, dat match niet altijd goed. Derby d'Italia. Dat bleek dan achteraf, hè, maar als kind weet ik, wist ik dat allemaal nog niet. Ze hebben je niet verstoten? Nee, zeker niet, zeker niet. Het is allemaal banter, zoals ze het in het Engels mooi zeggen. En hoe uit het zich vandaag? Ik weet niet of je vaak naar Milaan gaat of naar Italië nog, maar... Ik ga één keer... Twee keer per jaar ga ik wel eens kijken. Ik ben naar de halve finale terugwedstrijd tegen Milan gaan zien, Champions League vorig seizoen. En dan ja, die band met een eigenaardig doorheen mijn leven. Al mijn lievelingsvoetballers zijn ooit naar Inter gegaan. Schifo, Rummenigge, Lukaku nu. Enfin, die nu jammer genoeg weg is. Minder geliefd, ja. Ja, maar dat is voor mij was dat heel moeilijk. En ik heb dan een goede band met Romelu, samengewerkt, nog veel contact enzovoort. En, heb jij hem dan niet gebeld? Ja, iedereen van Inter belde, maar hij nam niet op. Hij nam niet op en beantwoordde geen boodschappen. Nee, hij heeft mij wel gebeld, maar niet daarover. Ja. Hij is ook bij mij thuis even geweest en we hebben dat besproken. Hij heeft me dan heel zijn verhaal verteld. En als je met mijn media-achtergrond, clubmedia dan... het is gewoon zo'n vuil spel geweest. Intoxicatie via media van de clubs. Juve die dan heel goed gelegd De grote heeft. Lijnen, David, is het Inter dat toch van hem af wou? Want de voorzitter is nog altijd over Lukaku bezig en dat het niet proper was. Maar wat kan je erover zeggen? Wat ik erover kan zeggen is dat Inter Chelsea geweldig onderschat heeft. Hè. Dus daar begint het al. Ze hebben twee biedingen gedaan die ver lager waren dan wat Chelsea wilde aanvaarden. Dus daar begint het al. Dan is Juve in de dans gesprongen. Maar we moeten eerlijk zijn, Romelu Lukaku was ook niet zo blij met zijn invallerstatuut op dat moment. En hoopte toch die finale te spelen. En Romelu is een groot kampioen. Alles is voetbal bij Romelu. Het is heel eenvoudig. En misschien is hij onhandig geweest, misschien ook niet. Maar hij is toch door het systeem toch een beetje gefnuikt geweest. Enfin, erg gefnuikt, vind ik, op communicatief en mediavlak. Ja. We zien hem daardoor wel niet in de Champions League, Peter. Lukaku was inderdaad invaller, maar Zeko... De Champions League wordt toch gespeeld, ook zonder Lukaku. Ja, dat is waar. Maar Zeko is vertrokken. Had jij hem eigenlijk graag zien blijven in Milaan? Of vind je het in Rome ook goed? Romelu Lukaku? Ja. Maakt me eigenlijk niet te veel uit, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het wel jammer dat het niet dat het een hele zomer heeft geduurd. En blijkbaar stapt hij daar zelf nogal over. Maar het heeft in elk geval, en of het dan terecht is of niet, zijn imago geen goed gedaan. In Italië, klopt. Maar ook daarbuiten. En misschien is dat een onrecht en dan is het nog extra jammer natuurlijk. Ja. Maar goed, hij is goed terecht bij Roma. En, het gaat op en af. En ik kijk vooral naar Romelu Lukaku als rode duivel. En daar valt het nog altijd geweldig daar mee. Daar hebben we er niet te veel last van, inderdaad. En de shirtjes van Inter Milan met Lukaku op, David, die staan in afslag. Dus als je er nog één had gekregen, dan kan je misschien eentje vinden. Maar je liefde voor Inter, is die even groot of bijna even groot als die voor Anderlecht? Anderlecht gaat toch boven alles. Ja. Want daarvan kunnen de mensen jou inderdaad kennen. Hoe lang ben jij in dienst geweest? 13 jaar. 13 seizoenen heb ik voor de mooiste club van het land en van de wereld, wat mij betreft, mogen werken. Mm-hmm. Wat doe je vandaag de dag? Nu ben ik zelfstandige. Ik verzorg PR van, en het mediawerk van een paar voetballers, van twee voetballers. Ik ben een foundation aan het overnemen, de oude RSCA Constant van de Stock Foundation. Ben ik aan het overnemen. Dat is nu, binnenkort zijn we weer actief om Brusselse jongeren uit het slop proberen te halen. Enfin, het is een heel programma tegen schoolverzuim voor kinderen tussen 8 en 12 jaar via voetbal en nog andere sporten, hoop ik, in een tweede fase. En ik ben ook communicatiedirecteur van de Volleybalfederatie, waar het nu wat kalmer is. Hè. Ja, nationale ploegen zijn gestopt. Dus ik hou mij bezig. En dit.
Mm-hmm. Waar ik zeer veel van hou. Anderlecht terug in de Champions League. Zou dat kunnen na dit seizoen, David? Hoop je daarop? Ik hoop het. En ik denk ook dat de kwaliteiten daar zijn. Maar hij volgt alle ploegen beter, Peter. Mm-hmm. Dus hij gaat dat objectiever kunnen bekijken. Want ik vind Union fantastisch sterk. Maar dit jaar onverhoopt. Ik had dit echt nooit verwacht. Ik vind dat er fantastisch getransfereerd is. Eindelijk wat stabiliteit op en naast het veld. Wat de club na 6 moeilijke jaren nodig had. Union zal een stevige concurrent zijn, maar het is inderdaad goed, hè, Anderlecht, dat ze weer dit niveau halen voor het Belgische voetbal. Voor het Belgisch voetbal, ja. En voor Anderlecht in de eerste plaats, maar ook voor het Belgisch voetbal. Het Belgisch voetbal heeft nood aan de grote clubs die goed spelen. Dus ik zou er ook Standaard nog willen bijhalen. Ja. En dan een paar leuke buitenbeentjes, maar die ook altijd van op de afspraak zijn, zoals Union. En dan heb je een uitstekende competitie. Mm-hmm. Dus uiteraard. Ja, ik moet zeggen, ze zijn echt wel goed bezig nu, vind ik. Oké, volgende week nu nog eens een zware test op het veld van haar agent. Maar ja, je ziet toch dat er een stevige basis is. Hè. Op achterstand komen tegen Oud-Heverlee Leuven. Ja, ik had niet de indruk van, oei, een groot probleem, eerlijk gezegd, om maar aan te geven. En gisteren op het veld van Cercle Brugge, ja. Toch goed gedaan bij die zware test. Weer meer stabiliteit op en naast het veld bij Anderlecht. Het gaat altijd samen. Ja, zeker. Jouw programma deze week, Peter, Champions League alweer. Wij gaan morgen naar Milaan, voor Milan tegen Paris Saint-Germain. En woensdag Arsenal tegen Sevilla. Mm-hmm. Laten we beginnen met de wedstrijd van morgen. Dus, crisis, Milan. Hè? Crisis. Milan PSG. Crisis. Ja, crisis. Van Udinese. Ja, verloren van Udinese. En slechte wedstrijd gespeeld. Volgens de waarnemers die alle wedstrijden van Milan zien. De slechtste samen met die 5-1 Pandoering in de derby tegen Inter. Want ja, ze waren eigenlijk tot een week of 3-4 geleden best prima bezig. Stonden aan kop van het klassement. En dan 2 keer verloren in de Serie A. Ook tegen Toppers, Juventus. Ja, Juventus. Redelijk kansloos toch op het veld van Paris Saint-Germain. En dus ja, Pioli onder druk. Maar de club heeft het vertrouwen nog eens uitgesproken in de coach. Je hebt veel geblesseerden. Moet ik dus ook volgende week ligt hij buiten. dat weet ik niet natuurlijk. Maar het is tegen Paris Saint-Germain wel een belangrijke wedstrijd. En ze waren echt niet goed. Ineens had Pioli iets anders gedaan. Was met 2 spitsen gaan spelen, wat hij nog nooit heeft gedaan. Hè. Dus Jovic en Giroud opgesteld. Ja, Jovic was een catastrofe. Dus dat werkte helemaal niet. En dus heeft niks opgeleverd. Zal weer terug naar het vertrouwde stramien stappen. Dan komen wel een paar mensen terug. Hernandez zal waarschijnlijk terug. Pulisic. Dat is een beetje het probleem van Milan ook. De absolute uitblinkers van de voorbije jaren, de sterkhouders in die ploeg die kampioen werd en halve finale Champions League speelden. Zelfs Maignan wordt gezegd, ja, af en toe een foutje, niet meer. De man die ons verbaast met geweldige saves. Leao, 40 dagen denk ik ondertussen al niet meer gescoord. Enfin, 43, want het is van de zaterdag ondertussen, maar de kans heeft hij niet meer gekregen. Dus er zijn wel een paar jongens die voor wie het minder is. Nog eens met veel geblesseerden ook. Maar goed, er zouden wel een paar terugkeren. Chukwueze. Ik las vandaag in La Gazzetta, Sacchi, vanuit zijn pensioen... Dan even dus die doet dat graag. Hè, komt evalueren. Die zei, het ligt niet aan de trainer, zet Pioli uit de wind. Maar te veel buitenlanders getransfereerd, die dan onze competitie moeten leren kennen, die nog niet mee zijn met de manier waarop er hier gedacht en gevoetbald wordt. Dat is eigenlijk het probleem. En de exponent ervan een beetje is die Chukwueze, die we hebben leren kennen bij Villarreal als een geweldige dribbelaar, die Bayern München nog dood heeft een jaar of 2 geleden. En een geweldige assist vorig jaar ook nog. En heeft nog zelfs niet gescoord, geen assist gegeven. Ook door blessures uiteraard. Dus. Maar die zou ook weer fit zijn. Pulisic zou fit zijn. Dus misschien een sterke elftal. Voorlopig staan ze laatste in groep F met 2 punten. 2 gelijke spelen. Ze moeten eigenlijk winnen. Hè. Als ze nog in aanmerking willen komen, bedoel ik dan voor... Ze hebben 3-0 verloren in Parijs. En ik zag jou zaterdag op Antwerpen, daar gaan we het straks nog over hebben. Toen zei je, ik keek naar PSG gisteren. Ja. En ik moet zeggen, dat draaide als een tierenlier. Ja, dus 3-0 winst zeker tegen... Dan moet ik zeggen, de mooiste goal van allemaal is dan nog afgekeurd. Terecht overigens. Hè. Een verre bal die voorbij de tweede paal ging. En Mbappé met de rug naar zijn tegenstander. Die bal nog voorgebracht en binnen. Maar het was inderdaad buitenspel. Dus Mbappé speelde eigenlijk maar een bijrolletje. Om maar aan te geven, dat de rest draaide. Dembélé was outstanding, alleen krijgt hij voorlopig maar geen doelpunt gemaakt. Die Lee kon mij zeer imponeren. Was eigenlijk zo ongeveer de eerste keer dat hij echt is. Scoorde de eerste goal, hè? Ja, geweldige goal ook. Geweldig binnengetrapt. Ligt in de balans met Vitinha. Dus ja, dat was gewoon heel erg goed. En oké, tegen Montpellier, weet ik wel. Maar ze 5 overwinningen aan elkaar. Ja, ze hebben zich laten verrassen in Newcastle, wat ik zei, door niet klaar te zijn voor wat Newcastle ging brengen. Toch een beetje bij een typisch Franse overschatting, zal ik maar
of onderschatting dan, overschatting van zichzelf. Maar ja, ik vind dit Paris Saint-Germain echt goed voetballen. Ze hebben keuze ook. Er zijn nogthans een paar geblesseerd. Dus ja, dat Skriniar die beter en beter wordt, samen met Marquinhos is dat stabiliteit. Dus veel troeven. Colomwani, ja, die mij altijd kan bekoren. Hè? Dus ja, nee, ik zou zeggen, zoals PSG voetbalde afgelopen vrijdag en zoals Milan voetbalde afgelopen zaterdag, zou ik zeggen, ja, het zou weer eens 0-3 kunnen zijn. Maar goed, elke best wedstrijd, wel, ja. Andere verhaal. Ja, en Paris Saint-Germain staat er al goed voor. Ze staan aan de leiding met 6-9. En over Milan nog, de grote Amerikaan komt op bezoek. De eigenaar van de... Zijn naam ontsnapt. Jerry Cardinale. Had het al een week of drie gepland. Stond ze nog aan kop van de Serie A. Er leek alles goed te zijn. Dus hij is vandaag aangekomen in Milaan. En er wordt nu druk gespeculeerd over een rol voor Ibrahimovic. Niet op het veld, voor alle duidelijkheid. Maar ja, als een soort adviseur. En ja, die hangt er nu een beetje rond. En die moet dan proberen om deze ploeg zonder leiders eigenlijk weer op te tillen. Dus, ja. Dat is een beetje, dus die Cardinale komt daar nu net zitten, zeg. Op een moment dat ze toch Pioli iets draaien. Met wat extra stress op de bank. Ja, zou kunnen. Ibrahimovic heeft ook nog voor Inter gespeeld. De beide, ja, toch, hè? Absoluut. David, heb je dan ook een afkeer voor Milan? Alles wat rood en zwart is, of valt dat mee? Ik ben te oud geworden om te haten en afkeer te hebben. Al om te beginnen. Nee, ik vind Milan een heel mooie club. Maar wat mij opvalt, ik ben ze nu de laatste seizoenen wat meer van dichtbij beginnen volgen. Dat is zo... Ik zie dat ook een beetje bij Chelsea. Misschien ook een heel rare parallel. Maar zo een beetje te licht wanneer het moet... Die Leao bijvoorbeeld vind ik een van de beste voetballers op de planeet. Maar op een of andere manier komt het er niet uit. En ik herinner mij de heenwedstrijd tegen Newcastle, waar hij een hakje wil doen, waar hij hem gewoon... Ja, inderdaad. Gewoon, moet binnenleggen. Ja. Gewoon moet binnenleggen. Ja, ja. Dat is dan typisch Leao, iedereen typisch Milan. Ja. Zo net niet... Wisselvallig. Wisselvallig, ja. Terwijl Inter, als ik die parallel mag maken, moet je eens goed kijken naar die transfers. Zo'n, ik blijf dat herhalen, maar die Acerbi, die is 107 jaar jong inmiddels, die zijn ze gaan lenen van Lazio, waar hij niet meer speelde. Ja. Hebben ze dan voor 2 miljoen gekocht uiteindelijk, na een goed seizoen. En die is nu nog altijd sterk houden. Ja, op zijn 35 zeker. Hè? Ja. En Skriniar bijvoorbeeld, die hebben ze dan absoluut willen houden en is transfervrij naar PSG gegaan. Dus dat soort transfers heb je dan ook. Maar ik vind dat ze geweldig goed kopen. Jong, Fratesi, maar ook... Arnautovic als backup. Thuram als opvolger van Lukaku. Een heel goede transfer. En dat is zo typisch eindelijk Inter, maar dat is die Marotta, vroeger Juve, technisch directeur samen met Ausilio. Die voetbal kennen en een mix van... Dat is een heel oude ploeg. Hè? En zoals Raymond Goethals altijd zei, je wint geen titels met jonge spelers, maar met een mix wel. Mm-hmm. En dat is voorhanden bij Inter. Ze staan er goed voor, hè, David? 7-9, ja. Peter. Wou je ik wou nog gewoon zeggen, over Milan gesproken. Ja. Ja? Dat was een klein beetje mijn favoriete ploeg lang geleden. Dat had dan te maken met Kaka. Ja, daarvoor ook nog, maar later met Kaka. Ja, dus het allereerste voetbaltruintje wat ik voor mijn dochter toen heb gekocht. Dus zo'n heel kleintje was een van Kaka. Het was een beetje een grapje natuurlijk. Prachtige voetbal. 22, hè, toch? Nummer 22, als ik me niet vergis. Ja. Vergis ik me niet. Ja, of misschien stond er toen met de 10 op. Dus dat zou kunnen. Ja. Maar die heb ik een paar keer bezig gezien. Toen ik nog Champions League deed voor de radio, onder andere tegen Anderlecht, denk ik. 4-1 in Brugge hier is met Yves van Dragen. Ik heb het shirt van Gattuso gekregen toen van Yves van Dragen. Ik heb hem ooit gekruist op de luchthaven van Istanbul toen ze net die 3-0 uit handen hadden gegeven tegen Liverpool in de finale van de Champions League. Liep hij zo voorbij. Gracieus. Kaka nog altijd. Op de luchthaven. Ja. Inter, David, ben je verrast door de nieuwe goede prestaties? Niet echt dan, als ik je hoor. Door het goede transferwerk? We hadden het over stabiliteit, hè. Paralleltje met Anderlecht. Maar dit is zeer stabiel allemaal. Hè. Dat is allemaal doordacht. Ja, het moet dan ook pakken, maar ze hebben een goede coach die daar een evenwicht in brengt. Ook op de... Ik zie nu die vorige zaterdag spelen op Atalanta, die nog niet verloren had thuis. Geen goal had binnengekregen. En daar winnen ze toch maar mooi weer met 1-2. En dan een van de, vind ik een prachtige voetballer, de motor van die ploeg nu, nu dat Brozovic vertrokken is, is Çalhanoğlu. Ja. En als hij draait, draait Inter. Zo eenvoudig is het. Mm-hmm. Ze kunnen zich plaatsen, net als Udinese, Sociedad. Udinese die hadden nog niet gewonnen, om dan de tegenoverstelling. Ja, ja. Zelfs geleden van in maar maart. Maar dat is typisch Milan, hè. Dat ze dan verliezen ze thuis van Udinese. Ja, dat is er wel in gehad.
Zeven punten voor Sociedad en voor Inter. Inter dat speelt op bezoek bij Salzburg. Ze hebben de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. Lautaro Martinez, die naam is hier denk ik nu nog niet gevallen. Ja, die is ook aan een geweldig seizoen bezig. Ja, wereldkampioen. En Marotta heeft verklaard dat hij niet weg mag. En dat ze hem een bod gaan doen om hem zo lang mogelijk, misschien voor altijd, bij Inter te houden. Want ik heb begrepen, volgens de geruchten, dat Real Madrid al op vinkenslag ligt. Maar ja, ik hoop dat hij blijft. 12 goals prachtig in 11 wedstrijden, ja, denk 12. Ik, als ik, ja, als ik het goed zag. Maar Real gaan, die gaan en Haaland en Mbappé en Martínez gaan we zijn. Ja. Ja. Dat is toch wat veel. Ja, we zullen zien, we zullen zien. Dan Benfica, daar moeten we het misschien ook wel over hebben. Of niet, hè? Wel, ik zal het woord eerst geven. Niet, hè? Ik zal het woord eerst geven, Peter. Straks mag jij ook reageren. Aan Jan Vertongen, want die was te gast bij ons in de studio 2 weken geleden. Die heeft de wedstrijd toen gevolgd tegen Sociedad, 0-1 voor de Basken. En achteraf ja, was hij toch teleurgesteld, niet mild, voor de ploeg uit Lissabon. Ja, Jan, trek je het je aan dat Benfica 0-9 heeft en nog altijd niet gescoord heeft na 3 speeldagen in de Champions League? Ik trek het mij vooral aan vandaag, omdat ik naar die wedstrijd moest kijken. Ja. Dus dat was wel, wel een goede 90 minuten en ik door moest komen. Maar ja, ik vind het echt ongelooflijk als je 0-6 hebt, thuis hebt verloren van Salzburg, kansloos bij Inter verloren, dan denk je van ja, ze vliegen erop vandaag. Tegen Sociedad, een concurrent voor de tweede, derde plek. Maar dat was echt op geen enkel moment te zien. De vraag is, hoe komt dat? Wat zit daarachter? Ja, ik denk dat Sociedad beter was dan ze bij Benfica hadden verwacht. En ook beter dan ik had verwacht. Die speelde echt goed, waren super fel. Zowel overal op het veld, zo in de verdediging, middenveld, dat zat echt goed in elkaar aan de bal. Ze is perfect altijd de vrije man te vinden. En ik weet niet wat het was. Is dat dan het effect van de Portugese competitie die gewoon minder is en dat ze die schakeling niet kunnen maken naar het absolute topniveau? De spelers leken ook niet fit of niet willen strijden. Er was echt niemand. João Neves, die jonge middenvelder, was veruit de beste man bij Benfica op het veld. En de rest was echt matig. Achterin nog oké, maar vanaf het middenveld en voorin was het echt niet goed. Ja. Dat is de analyse van Jan Vertongen. Peter, jij hebt ook wel een boontje voor Benfica. Ja, zeg dus, niet dat je er shirts van hebt gekocht voor je dochter of voor je zoon. Ooit een gewonnen met een tombola. Kijk eens aan. Bij de finale van de Europa League overigens had ik de score juist toen ze verloren van Chelsea. Ja. Mooi. Maar minder mooi de campagne nu. Ja? Revelatie van vorig seizoen. Wat is jouw mening? Ja, ga je akkoord met Jan? Of? Ja, wat Jan zegt is misschien niet helemaal juist. Want vorig jaar speelden ze ook in de Portugese competitie en konden ze die klik wel maken. Er moet wel bijgezegd worden, tot en met de wedstrijd tegen Club Brugge. Want in de volgende ronde was het toch al een flink stuk minder. Tegen Inter was het zeker dat ze uitgeschakeld zijn. Dus dat was toch al redelijk kansloos. En die trend heeft zich Europees dan misschien een beetje voortgezet. Want het eigenaardige is, in de competitie doen ze het uitstekend. Staan ze weer redelijk los op kop. Alleen Sporting staat de eerste, denk ik. En Benfica daar een paar punten achter, als ik het goed zag. Oei, dan heb ik mij vergist. Ja, komend weekend spelen ze tegen elkaar. Sporting heeft 28 op 30, denk ik. En Benfica 26, ik wil er vanaf zijn. Okay. Ja. Maar ze zijn natuurlijk vooraan Gonçalo Ramos kwijtgeraakt. Petar Musa speelt daar nu altijd in de spits. Ja, dat was vorig jaar toch 3 verdiepingen lager, zal ik maar zeggen. Ik denk dat ze veel verloren hebben aan Grimaldo, die naar Engeland is gegaan. Was toch een geweldige linksback. En ja, ze hadden het vorig jaar vooral ook van een geweldige wedstrijdmentaliteit en koppelde intensiteit, grinta aan formidabele kwaliteit, hè, gedurende een maand of 6, laten we dan zeggen. En daar schiet, wat ik ervan gezien heb, voorlopig redelijk weinig. Het verval is wel groot, 0-9. Sociedad, dat kan nu misschien een revelatie worden. Die zijn wel echt goed. Ja, die ken ik niet zo goed, moet ik eerlijk toegeven. Maar wat Jan zegt is waar, ze zullen zich waarschijnlijk hebben laten verrassen daardoor. Het zou kunnen. Maar ja, het ziet er toch. Derde plaats zal het maximaal zijn. Dus we kunnen dan zeggen, we hebben er vorig jaar ongelooflijk op alle mogelijke vlakken van genoten, Gert en ik. En ja, ik heb nog een poging gedaan om nog eens te geraken tegen Inter, maar
maar... het voorstel is afgewezen. Ja. Oké. Okay. En ik heb er begrip voor. Ja, inderdaad. Misschien moeten we het dan ook over andere Belgen hebben in de Champions League. We hebben Lukaku wel even vermeld, die er nu niet meer in zit. Trossard en Arsenal spelen thuis. Peter, daar ga je ook naartoe. Arsenal tegen Sevilla, Luke Bacchio. Ja, Arsenal was heel zwak op Newcastle. Ja. En Arteta afgelopen weekend. Eerste nederlaag geleden in de Premier League. En Arteta heeft het dan volledig gelegd bij... Het drievoudige VAR-moment en de goal die uiteindelijk werd goedgekeurd van Newcastle. En hij had daar wel een punt. Maar ja, dat was veel meer mis met Arsenal. Dat was een van de zwakste wedstrijden die ik al van Arsenal heb gezien uiteindelijk. En nu, het goede nieuws is, het is tegen Sevilla. Die wedstrijd heb ik ook gezien in Celta. Ze hebben dan bijna een half uur tegen 10 man mogen spelen. Ze hebben dan een gelijk gemaakt en op het einde hadden ze nog een paar kansen. Maar eigenlijk was Celta zelfs met 10. Met ook een mooi VAR-moment op nog de betere ploeg, ja. VAR moment, want penalty Navas in de 96e minuut voor Celta. Penalty gegeven, de VAR komt tussen. Terwijl alle spelers in de nek van de scheidsrechter, daar zou je eens moeten naar kijken. Uiteindelijk, ja, penalty toch geannuleerd. En ik las vandaag in een Engelse krant, want het was niet op tv te zien, dat Aspas, die ondertussen gewisseld was van Celta, gewoon de monitor vastgepakt heeft en hem op de grond heeft... Is te zien op social media. Stond op Twitter ergens. Gekeild, dus om maar even het failliet van de VAR aan te geven. Maar dus, ja, Sevilla, onder de nieuwe coach, is ook... Ja, alles bij elkaar matig bezig. Ik moet zeggen, Luke Bacchio zat nu voor de tweede keer op een rij op de bank. Want toen hij gekomen is, de eerste twee wedstrijden nog invallen. Daarna 8 keer op een rij competitie, Champions League in de basis. Nu zat hij op de bank. Hij viel dan in, eerst links. Dan werd er nog wat gewisseld naar het centrum. Dan toch weer links. Maar een echte bijdrage heeft hij niet kunnen leveren. Maar hij heeft het tot op heden wel uitstekend gedaan bij Sevilla. Mm-hmm. Maar in principe, ook als je de heenwedstrijd bijneemt, was er toch een duidelijk klasseverschil tussen Sevilla en Arsenal. Ja. Staat er nu al goed voor in die poelen. Ze hebben al 6 punten, staan aan de leiding in groep B, met Lens als tweede daar. Luke Bacchio, David, die ken je ook nog wel, denk ik. Ja, Luke Bacchio heb ik meegemaakt bij Anderlecht. Eigen jeugdproduct. Een van de zoveel, zal ik zeggen. Heel goede gast, maar dat toen wel een probleem met Besnik Hazi. En ik herinner mij dat heel goed, want ik stond altijd daar aan de middenlijn aan het poortje. En dan hoorde ik Besnik roepen, mee verdedigen. En Luke Bacchio die deed andere dingen, die wandelde weg. Of alleen wanneer er aangevallen werd. Maar die knop heeft hij nu duidelijk omgedraaid, heb ik het gevoel. In Duitsland ook, hè? In Duitsland. Ja. Dus, maar echt intrinsiek, van karakter en ook geweldig talent. Heel goede gast. En Nicola, wat Trossard betreft bij Arsenal, is hij eigenlijk nog een stapje achteruit gegaan in de hiërarchie. Hè? Want je hebt die drie die vooraan incontournabel zijn als ze fit zijn met Saka, Martinelli en Jesus. Jesus is geblesseerd. Dat zou een opening kunnen forceren voor Trossard. Maar Nketiah heeft daar nu al een keer of drie, vier... Een hat-trick onlangs. Ja, ja, vorige week. Een keer of drie, vier als titularis diepe spits. Want soms was Trossard dan valse negen. Dus, de hiërarchie... Speeltijd. Ja, is ingevallen een minuutje of 10 voor tijd, denk ik. Dus ja, de hiërarchie ligt daar toch redelijk vast. En ook uitgeschakeld in de League Cup, zag ik, Arsenal. Ja. Dus toch een beetje de klap. Terwijl ik ze op West Ham, de openingswedstrijd tegen PSV uitzonderlijk goed zag spelen. Maar... Ja, blijkbaar. Maar die League Cup wordt niet echt zo serieus genomen door de hele Ik zou durven denken dat het een beker is waar ze graag vanaf willen. Als dan toch de Premier League winnen het hoofddoel is, kan je daar maar beter vanaf van die onze oude Nissan. Ook Pep Guardiola vindt dat op zich geen groot probleem. Nee. Alright, in die groep hebben we ook nog PSV Eindhoven tegen Lens. Daar ga ik zelf naartoe. Dat is voor woensdag. Bakayoko scoorde in de heenwedstrijd in Frankrijk. Ja, die jongen is op kouse voeten aan het ontploffen. Men ziet het zo niet, omdat het misschien maar de Nederlandse competitie is. Maar die goal in de Champions League die is wel de wereld rondgegaan. Ja, die is de wereld rond, maar die scoort hij ook in Nederland, die dan minder de wereld rondgaat. Maar dat is iemand die zijn carrière ongelooflijk goed plant, heb ik het gevoel. Kon naar Brentford gaan. Wat op het moment dat hij geen titularis was bij PSV, en hij heeft gezegd, nee, ik ga hier eerst titularis worden, die dan nog eens Lozano terughalen op zijn positie. Maar het is Lozano die nu aan de andere kant moet gaan voetballen, omdat Bakayoko echt zijn plaats, zijn titularisplaats genomen heeft. Ja, in Nederland denderen ze doorheen de competitie. 33 op 33, doelsaldo plus 36 na 11 wedstrijden. 13 overwinningen op rij. En, zegt veel over de tegenstand ook, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is een, maar ik hou wel van de Nederlandse competitie, zo lekker naïef. Ik moet nu wel zeggen, ik heb de wedstrijd tegen Sevilla gedaan van PSV. En daar dacht ik bij mezelf, zeiden we met Frankie van der Elst, toch nog een paar brooddozen boterhammetjes voor Bakayoko. Die
veel acties probeerden, maar eigenlijk geen enkele voor elkaar kreeg. Dat was toen zo dat wij dachten, voor Nederlandse collega's bevestigde dat een beetje, waren verbaasd dat hij aan de aftrap stond. Dus nog wel een paar stappen zetten. En die indruk heb ik ook al een paar keer gehad. Met de Duivels? Ja. Maar is het ook een beetje een gebrek aan durf, lef in die wedstrijd? Ja, maar zeker als hij het shirt van de nationale ploeg aantrekt. Dat was zo in Azerbeidzjan. Toch niet de zwaarste tegenstand. Dat ik ja, maak nu eens een actie. Ja. Wat je vaak ziet, wat hij doet bij PSV. Op de man af en er voorbij. Ik denk dat hij dat geen enkele keer heeft gedaan. Bakayoko. Maar goed, zijn potentieel is er. En hij heeft nog vele jaren voor zich. Maar ja, op dit moment, om te zeggen, Champions League is er toch nog een beetje kantje boord. Maar ook heel die ploeg, hè, komt tekort voor de Champions League. Ja, want die van achter, die Ramalho, die laat 70 meter in zijn rug altijd. Die centrale verdediging. Hè, je kan er in de gokkantoren niets mee verdienen met in te zetten op één fout per wedstrijd van Ramalho. Ja, absoluut. Maakt hij altijd. Peter Bos blijft hem steunen. Hè. Blijft hem onvoorwaardelijk steunen. Blijft ze kunnen wel nog een rol spelen in die groep als ze zouden kunnen winnen tegen Lens. Heen match eindigde op 1-1 daar in Frankrijk. Het ligt nog open wie met Arsenal doorgaat. Want Arsenal kan zich al plaatsen morgen. We moeten het ook over een andere Belg hebben. Dat is de voetbalbelg van het weekend. En niet alleen in België. Belangrijk nieuws, maar wereldnieuws. Hè. Jeremy Doku, mannen. Oh. Hij verbaast mij, moet ik zeggen. Dat hij 1 goal, 4 assists. Ja, dat tegen hij in geen tijd bij zo'n spreken een vaste plaats heeft verworven in dat elftal van Manchester City. Want wij dachten, goede stap van Doku. Geef hem nu bij wijze van spreken een heel seizoen waarin hij minder zal spelen, hadden we onszelf al gewaarschuwd. En dat is logisch, want dat is altijd zo. Alle spelers die naar een elftal van Guardiola gaan, hebben een jaar nodig om al die principes te... Maar ik denk dat Guardiola dat niet zocht in Doku. Bij hem. Namelijk iemand die volgens zijn allerlei looplijnen en uitgetekende patronen wilde voetballen. Maar iemand die net bracht wat al die anderen niet konden brengen, namelijk waanzin in het spel. Ja. Onvoorspelbaarheid, gewemel. En als er iemand is die dat kan, is het Jeremy Doku. En Grealish, die na een moeilijk seizoen vorig jaar echt heel erg goed was, eindelijk zijn 100 miljoen waard, ja, zit gewoon op de bank. Ja, Guardiola zei over Doku, he's one of the fastest players in the first 5 meters. It's incredible how he can change the rhythm in 5 meters. Ja. Dat doet hij exact, bij dat eerste doelpunt, of bij dat doelpunt dat hij maakte tegen Bournemouth bijvoorbeeld. David, ja, Jeremy Doku, ook een Anderlecht product, doet het jou deugd? Ja. Dat die jongens, Bakayoko, ook 1 jaar bij Anderlecht gezeten. Ja, dat Doku, Bakio, Bakayoko, Doku, dat die mannen zich laten zien? Wat mij betreft, hij is op gastgezin geweest toen hij kindje was bij mijn ouders. Dus we kennen hem van als hij heel klein is. Ja, Doku, ja. En komt uit een niet de fijnste wijk in Antwerpen. Is niet van rijke komaf, zullen we zeggen. En ongelooflijk mentaal sterk. Hoe dat hij die aanpassing eerst als kind bij Anderlecht in Brussel, niet evident. En dan rustig doorgegroeid is en elke keer zijn kans genomen. Dus hij kwam tijdens de week dan bleef hij bij jouw ouders? Ja, dus, ja, maar zoals zoveel. Leandro de Donker is zo iemand. Sambi Lokonga, zijn er zo'n paar gepasseerd. En want ik zag hem dan, als ik bij mijn ouders op bezoek kwam, zag ik hem dan aan de ontbijttafel zitten of bij het avondeten. Dus en hij was daar vrij gelukkig. Ik moet zeggen, mijn moeder deed daar ook alles voor. Alles aan, opdat ze zich gelukkig zouden voelen. Ja, ongelooflijk talent. En ik ga vriend Peter bijtreden. Ik had een licht vooroordeel ten opzichte van Doku. Want maar iedereen, denk ik. Zo één beweging en that's it. Maar wat ik nu gezien heb tegen Bournemouth, moet ik echt alles terug intrekken. Al mijn woorden weer intrekken, want alles overal. En het is een blikopener, het is een mager, die we vooral niet in tactische keurslijven moeten. Ja. Want ik had schrik van die overstap, want ik zeg bij die Guardiola moet alles... Krijg eerst 5 uur les van... Maar ik zeg dat hij daar ook, dat Guardiola dacht, oké, dat heb ik allemaal al. Ik wil nu iets, iets zots. Ja. Dat zie je Guardiola wel, dat hij dat dan toch... Ja, kan, want je wordt soms een beetje als autistisch gezien als trainer. Hij is zeker autistisch. Maar hij is niet te beroerd om te blijven denken en zeggen... Oké, we hebben nu de Champions League gewonnen. Wat moeten we nu weer doen om de volgende stap te zetten om de concurrentie voor te blijven? Als ik kijk naar de Premier League, dan denk ik een beetje ontmoedigd. Ja, het zal weer City zijn, hè, straks aan het einde. Pas op, Tottenham komt eraan. Als ik aan Arsenal... Ja, maar Tottenham... Ja, ik weet het. Ja. Echt goed. Echt goed, maar dan denk ik in de long run is het dan toch weer... Dat is nog een club waar jij een boon voor hebt, hè, Tottenham? Ja, dat is door die finale van 84 met Anderlecht. Die uitrustingen, Glenn Hoddle en Ardiles en Villa dan in een fase daarvoor. Maar
Gewoon, mm-hmm. Ja, je hebt zo'n clubs die je volgt omdat daar spelers zitten die je graag ziet. Doku en City moeten thuis tegen de Young Boys spelen. De heenwedstrijd in Zwitserland op dat kunstgras, waar veel over te doen was, werd 1-3. Ze hebben 22 thuismatchen gespeeld en alle 22 gewonnen, City. Dus ik denk dat ze gaan winnen en dat ze doorgaan. Hè. Ja. Dat is Haaland wel vervangen aan de rust, met een klein beetje last aan. Maar kijk, we praten niet meer over Haaland. Hè. Ik zou hem op de bank zetten, Haaland. Echt geen. Ja. Ik zou hem sparen. Hij scoorde weer. Het was even geleden. Maar ik wil zeggen, als hij een klein probleempje heeft tegen de Young Boys. Het zou anders 8-0 kunnen worden. Hè. Zoiets bijvoorbeeld. Op pen dan misschien heel even vermelden. Ook mooi hoe hij... Oké, ze hebben dit weekend verloren, maar ook, straffe cijfers ook. Ja, ook daar verbaasde hij me, eerlijk gezegd. Want Openda, 9 goals al. Ja, de Openda die wij kennen was toch vooral een roadrunner die een beetje blind vooruit kroste. Dan zijn we die wat uit het oog verloren in Nederland. Maar goed, heeft het goed gedaan in Frankrijk. En bevestigt gewoon op een hoger niveau bij een uitstekende club. En op de twee niveaus, in de Champions League en in de Bundesliga. Dus de vraag is inderdaad, ik heb de vraag gesteld aan Tedesco in Wenen, ja, hoe zit de hiërarchie eigenlijk bij de nationale ploeg nu na Lukaku? Want het was altijd Lukaku en dan Batshuayi, daar waren we het allemaal mee eens, maar die scoorde altijd. En hij zei, ja, goeie vraag. En het was een intelligent antwoord. Hij zei, ja, het hangt een beetje af van wat we zoeken. Tactisch, ja. Als we wat inzakken... Diplomatisch. We hebben, ja, nee, maar ook correct. Hè, we zakken een beetje in, we hebben ruimte, dan Openda. En anders als we in de box zitten, wat mij betreft een van de allerbeste in de box. Batshuayi. Zeker. Ja. Maar nog eens, Openda ook formidabele ontwikkeling doorgemaakt. Maar Openda, ik herinner me de wedstrijd tegen Bayern. Die heeft statistieken waar je echt van je stoel valt. 7 keer de bal geraakt, 2 keer gescoord. Dat soort statistieken. Zo'n super efficiënt. Een ongelofelijke misser, dat zal er ook nog altijd wel bij horen. Ja. Daar moet je rekening mee houden. Zo. En als je dan bij Leipzig speelt, kan dat nog. Als je dat bij Bayern doet, staat Bild 4 dagen voor. Daar heeft Kane intussen al 15 goals na 10 competitiewedstrijden. Al 3 hat-tricks. Nog even, David, over Antwerp. Ja. Want onze tijd zit er alweer bijna op. Wat vind je voorlopig van de campagne van de Great Old in de Champions League? Ja, niet goed. En jammer. Vooral Shakhtar vond ik een heel erge. Porto, oké. Ik denk dat ze weinig kans maken daar in Portugal. Maar, het is Ambrasio. Bij Porto bedoel je, hè? Ja, ze hebben verloren van Estoril. Van Estoril, ja. Die hadden wel gedaan 1 keer gewonnen. Was werkelijk de allerlaatste. Udinese van Portugal. Ja. En verloren met 0-1. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar veel kansen, maar niet kunnen scoren blijven. Zo zal dat wel gegaan zijn. En Conceição, zeer uitzonderlijk, heeft zich boos gemaakt. Dat doet hij normaal. Nee, dat is zeer uitzonderlijk. Maar intern, binnen de club, heeft hij alles omver geschopt. En nu was de medische staf in zijn vizier gekomen. Ze hebben inderdaad veel blessures. En hij vindt het hoog tijd dat in alle geledingen van de club, had hij gezegd, er op professionele manier wordt gewerkt. Mm-hmm. Dus misschien is er een klein beetje onrust. En kan Antwerpen dat vertrouwen moet getankt hebben. Nou, echt een goede wedstrijd, vond ik, tegen Racing Genk. Daarvan profiteren, maar in principe... Ja. We hebben gezien hoe groot het verschil was tussen die twee. Ze moeten het doen zonder David, zonder Buté en zonder Alderweireld. Die licht geblesseerd is. Vooral, alle twee zeer belangrijke spelers. Maar Vincent Janssen is terug aan het scoren geraakt. Dus wie weet. En Arthur Vermeeren, niet vergeten, Bakayoko en Vermeeren staan nummer 2 en 3 op de meeste assists in deze Champions League-campagne. Dus... Niet verkeerd. Ik klamp mij vast aan de strohalmen. Zit er nog een derde plaats in of zal dat ook moeilijk worden? Shakhtar heeft al 3 punten. Ja. Maar Shakhtar... Moeten we nog naar Shakhtar Antwerp volgende speeldag? Maar dat kan in principe nog wel, denk ik. Ja. En dan zou het goed zijn dat je toch een puntje pakt. Maar het zal misschien beslist worden in het onderlinge duel. Het is geen thuiswedstrijd. Maar goed, ook in de tweede helft... Oké, Antwerp zakte wel in elkaar, maar bleek Shakhtar toch ook wel over kwaliteiten te beschikken. En dat vind ik wel van die 3 wedstrijden de grote teleurstelling. Barcelona en Porto, dat is buiten bereik. Hè? Dat is buiten bereik, niet zo erg. Maar ja, Shakhtar zonder zijn Braziliaan is niet het Shakhtar van een paar jaar geleden, wat ook buiten bereik was van Belgische clubs, als die echt met andere middelen ook konden voetballen en al die Brazilianen. Dus dat is wel een teleurstelling. Als je daar uiteindelijk 4e eindigt, dan heb je toch niet goed genoeg gedaan, vind ik dan maar. We gaan het zien. Zoals gezegd, de tijd is krap, hè, in deze podcast. Maar
De compensatie komt er op dinsdag en woensdag. En dan kunt u alles zien en gaan we live vanaf 19:15 op televisie natuurlijk. Bayern, Galatasaray, Kopenhagen, Man United, daar hebben we het niet over kunnen hebben. Atletico, Celtic, Lazio, Feyenoord zijn allemaal nog leuke wedstrijden. Inter woensdag, pronostiekje op bezoek bij Salzburg, David. Ik ga mijn hart laten spreken. 0-1. En dan een plaats in de volgende ronde, al voor Inter. Het zou kunnen. Peter, mag ik je veel plezier wensen? Hartelijk dank. In Milaan, in wat was het? Londen en dan donderdag ook nog Europa League? Ja, Club Brugge tegen Lugano. Kijk eens aan. Alweer een rustige week in het leven van Peter van den Bem. David, jij gaat vanavond nog naar Tottenham Chelsea Sports, kijken. Ja. Tottenham Chelsea, ja. Ja. Pronostiek daarvoor? 2-0. En misschien Tottenham dan volgend jaar weer in de Champions League. Ze zijn in elk geval goed bezig. Ik dank u om deze podcast te volgen. En ik zou zeggen, wees erbij op dinsdag en woensdag. PIX Plus Sports Champions League Multilife. Tot dan.